En welkom bij een nieuwe podcast van de Vervierde Academy. Gunther zit naast mij. Welkom. En aan de andere kant zit Peter, denk ik. Ja, dank je. Ja. Welkom, Peter. Dat zullen de meeste mensen inmiddels wel weten. Ja, als je wat vaker luistert. Ja, inderdaad. Ja, we gaan het deze keer hebben over de laadtijd van je website. Ja, klopt. Dat is het, hè? Dat is het onderwerp. Helemaal correct. Heb jij gekozen? Want jij vond het vrij belangrijk. Ik vind het eigenlijk super belangrijk, ja. Dus jij zei van, nou, deze keer moeten we het over de laadtijd van de website hebben. Tuurlijk. Dus ik dacht van, nou, dan stap ik gewoon mee. Ik ga gewoon naast hem zitten en ik stel een vraag. Waarom is het zo belangrijk, Gunther? De laadtijd van een website. In eerste instantie voor het gevoel van de bezoeker van je website is het heel erg belangrijk. Ja, niet dat je website zo van langzaam stap voor stap. Stop. Laat. ja, dat klopt. Dat is het toch? Ja, ja en dat klopt. En dat is de surfervaring van jouw bezoeker. Die moet heel erg plezant zijn. Nu, natuurlijk, dat is ook waar Google op inzet, natuurlijk. Google weet ook wel, Google wil dat de bezoeker van een website, die Google eigenlijk aan je voorstelt nadat je een zoekopdracht hebt uitgevoerd, dat die eigenlijk zo plezierig mogelijk is, zodanig dat ook Google als de zoekmotor wordt aanzien voor het vinden van een website die jou aanspreekt. Dat is uiteindelijk wel het idee. Dus één, voor de surfervaring. Mensen surfen heel vaak mobiel. Meer en meer trouwens. Iedereen is altijd onderweg. Als ik kijk naar mezelf, ik ook. Ik ben heel vaak onderweg. Ik kom heel vaak naar Nederland. Maar ook onderweg en dan of van op hotel. Maar dan is die verbinding niet altijd wat het moet zijn. Omdat er heel veel mensen op die wifi daar zitten. En dan wil je toch wel dat je website vrij snel laat. Of wil je toch wel dat de website waarnaar je kijkt er vrij snel staat. Eigenlijk. Ja. Nou ja, als een website traag laat. Ja, dan ben je snel geneigd om weg te klikken. Ja, klopt. Neem ik aan. Dat wil je niet meer. We leven niet meer in 2007 dat je... Nee. De inbelervaring, zeg maar, met websites destijds. Hè? Dat was natuurlijk een ramp als je zo lang als je moest wachten op in ieder geval de homepage te kunnen bereiken van een site. Ja. Dat is natuurlijk zo. Hè? De mensen haken gewoon ook nu minder snel af. Haken veel sneller af op het moment dat een website traag laat. Ja, klopt. Sowieso, dat is duidelijk. Tenzij het iets is wat ze zeker gezien moeten hebben. En dat ze zeker weten bijvoorbeeld dat het een website is die... waar ze moeten zijn, waar ze zich voordeel kunnen doen. Of dat willen ze nog wel eens een keer een beetje wachten, omdat ze weten wat er aan vasthangt of wat er volgt. Ja, als het gewoon een leuk geintje is. Bijvoorbeeld. Het is een filmpje en het laat wat traag, maar ze weten zeker dat ze zich kapot gaan lachen. Ja, dan wachten ze nog wel eens een minuut of zo op dat filmpje. Ja, maar een trage website heeft de snelheid van een website waarmee je een website laat, sorry. Ja. Heeft dat nog gevolgen voor, je noemde Google al. Het heeft wel degelijk gevolgen voor je vindbaarheid? Voor je vindbaarheid, voor je plek in de zoekresultaten. Daar komt het op neer. Dus hoe sneller je website laat... hoe meer je daarvoor beloond wordt. Het zit bij in het algoritme van Google, in het zoekalgoritme. Als je website een snelle website is, kun je dus met de speed test tool van Google zelf, kun je testen wat de laadtijd is van je website. Ja. Als je een snelle, je krijgt echt een score, je krijgt een punten, en dat gaat van dat gaat ook van rood naar groen. Dus als je website een snelle laadtijd heeft, of een goede laadtijd heeft, een kleine laadtijd dus eigenlijk, dan wordt hij daarmee beloond en zal hij beter scoren in Google dan dezelfde website die bijvoorbeeld 10 keer zo langzaam laat. Ja, ja. En die laadtijd, jij denkt er vast ook over. Als een website traag laat, ga je het ook vervelend vinden. Dus ja, nee, precies. Dat is helemaal waar. Maar hoe zorg je dan dat je website sneller wordt, sneller laat? Want dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste vraag dan. Ja, er zijn een aantal trucjes voor. Hè. Bijvoorbeeld, als je een website hebt, een oude website, een hele oude website, gemaakt gewoon in pure HTML... waar dan ook een beetje gelet is op de grootte van de foto's. Maar als je nu een website zou... Als je nu 20 jaar terug zou keren, bijvoorbeeld in de tijd... en een website neemt van rond het jaar 2000... Ja. Dan werd die website 9 op 10 keer gebouwd gewoon in HTML.
En dan waren de foto's bijvoorbeeld, ja, nu heb je, als je nu een foto, een gemiddeld fototoestel neemt, dan heb je 12 megapixel en meer. Ja. Toen had je, ja, een keertje 1 megapixel, 2 megapixel. Met geluk. Met geluk. Dan had je al een heel, heel erg goed ding vast. Maar, dus die foto's die zijn allemaal niet zo groot van aantal kilobytes in die website. En dus de laadtijd van die foto's is niet zo groot. Dus wat je website doet eigenlijk, je komt die website binnen en dan gaat hij alles wat op die pagina staat, gaat hij eigenlijk willen laden. Ja. En eigenlijk hoe meer er op die pagina staat, hoe meer grote foto's en filmpjes en dergelijke er op die pagina staan, hoe zwaarder die is als om te openen en hoe langer het duurt voor die binnenkomt. Dus is het van belang dat als je foto's gebruikt, afbeeldingen, mm-hmm. dan is het een zaak dat je die in ieder geval niet met de volle 2 MB of 10 MB plaatst, maar dat je ze verkleint naar 200, 300 KB. Is dat is wat je wil zeggen eigenlijk? Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, ja. Er zijn heel wat trucjes voor om een foto toch nog een goede foto en toch nog vrij groot qua uitzicht, qua omvang te plaatsen zonder dat die zwaar is in het aantal megabytes of kilobytes. Ja, we hebben hier al een keer een podcast over inderdaad, gemaakt. Hè? Dus die kunnen jullie ook terugvinden hoor in het rijtje video's op vervida.academy. Ja. En wat dus de afbeelding, dat is van groot belang. Wat telt nog meer mee? En waarom ik ook teruggreep naar het jaar 2000 ongeveer, is dat toen werd alles in HTML gebouwd. En nu wordt alles gebouwd in WordPress bijvoorbeeld of in een andere CMS-systeem. Met enerzijds de core, dus de WordPress core bijvoorbeeld. Maar daarbovenop heb je dan ook nog een keer allerhande andere zaken, zoals plugins die draaien bijvoorbeeld in een WordPress. Probeer dat te beperken tot natuurlijk, ik snap ook wel dat er veel mensen zijn die veel toeters en bellen willen in een website en dat daarvoor telkens een plugin nodig is, waardoor de laadtijd vertraagt. Ja. Maar die pagina, die website is ook gebouwd in PHP. En wat gebeurt er bij de taal PHP, dus de taal waarin je website is gemaakt, wat gebeurt daar? Er wordt eigenlijk, terwijl jij naar die pagina surft, wordt er een HTML-pagina gecreëerd. Want dat is het enige wat jouw computer, jouw browser kan lezen. Wat hij kan laten zien aan jou. Ja. Dus dat is allemaal HTML-code. En die wordt gemaakt op het moment dat je daar surft. Dus wat kun je doen? Je kunt eigenlijk je volledige website met een speciale plugin dan weer voor WordPress. Of op een andere manier voor andere websites. Kun je dus die website een HTML-versie ervan plaatsen. Je kunt zeggen van kijk, ik ga bijvoorbeeld een caching plugin installeren, waarbij je dus om de zoveel tijd je website gewoon in die cache plaatst. En die cache serveert, dat zijn dus eigenlijk allemaal HTML-pagina's die dan geserveerd worden aan de klant, waardoor die omzetting niet meer moet gebeuren. En daardoor gaat het al een pak sneller als die foto's dan nog eens geoptimaliseerd zijn en er zitten geen hele zware filmpjes in. Nee. Dan is het eigenlijk een maar ik kan me zo voorstellen dat de snelle laadtijd van een website ook afhankelijk is van de hosting die je hebt. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. En dat, want je hebt over het snel laden van een website door die HTML. Maar als je wij bij Vervida hebben geloof ik een systeem, een containersysteem geloof ik, waar wij het een en ander... We hebben nu sinds een tijdje hebben nu containers, maar dat containersysteem zorgt er nu op zich wel een beetje voor, maar het komt er vooral op neer dat een hoster er vooral voor zorgt dat er niet te veel belasting is op de webserver zelf. Ja. Dus de meeste mensen, zoals bij ons, die draaien hun website op een shared hosting, wat eigenlijk zoveel wil zeggen als die wordt gedeeld met anderen, die wordt gedeeld met andere websites. Je kunt ook een dedicated machine hebben, dus alleen voor jou bestemd. En dan heb je de volledige processorsnelheid en de volledige resources van die server, computer, eigenlijk voor jou. Ja. Laten we uitgaan dus dat je op een shared machine host, is het de zaak aan de hoster om dat dus heel fel te monitoren, wat de belasting is van die PC en van die processor en van het geheugen wat erin steekt. En als het als er bijvoorbeeld, dat gebeurt wel bij ons. Ik zie hier, bij ons hangen die schermen op kantoor. En ik zie daar plots bijvoorbeeld een melding. Dan gaat het een keer in het oranje. En dan zeggen ze van, hey, let op,
die server draait een beetje trager dan normaal, of er is een zware belasting plots. En dat kan te wijten zijn aan één website die bijvoorbeeld een radio- of een tv-reclame maakt, die plots heel veel bezoekers krijgt, echt een piek. Ja. Dan moeten wij, wat doen wij dan? Dan proberen wij gewoon een aantal andere websites gewoon te isoleren en die gewoon op een andere server te plaatsen. Dat geeft geen downtime, maar het zorgt er gewoon voor dat die andere websites geen... geen last hebben eigenlijk van die ene zijn succes op dat moment. Ja, ja, dus mijn idee van die container hosting, dat is net even niet, dat was nee, niet precies dat is wat niet, jij bedoelde eigenlijk. Nee, nee. De container is eigenlijk eerder een soort stukje wat ervoor zorgt dat je website makkelijk op zichzelf draait. Ja. Maar vooral ook dat er verschillende containers kunnen zijn op een server. En die containers kunnen ook bijvoorbeeld verschillende specifieke eigenschappen hebben. Ja, precies. En dat dus is niet nu wat wij aanbieden aan de modale klant. Maar een snelle laadtijd van je website is wel afhankelijk van de hosting die je hebt. Ja, ja, ook bijvoorbeeld sinds de PHP 7.1, als ik me niet vergis, of 7.2, is daar ook wel een heel... dus ze hebben de code herschreven en dat zorgt er ook voor dat die code dus ook de snelheid al omhoog krijgt. En het gebruik van bijvoorbeeld van de software die op de server staat is ook belangrijk. Hè. Ja. Eerder hosten, wij waren een Windows-hoster van vroeger. Alle WordPress-websites, die dus ook PHP zijn, die draaien nu bij ons netjes op Linux. En die hebben dus ook ervoor gezorgd dat een website 3 tot 10 keer sneller was, afhankelijk van wat die website gebruikt, van plugins. En, dus ja, er zijn wel heel wat zaken die wegkomen al bij de hoster, om te beginnen. Daarbovenop heb je ook nog de access time, de accesstijd. Dus dat is eigenlijk de tijd die nodig is om de eerste stroom van gegevens te krijgen van jouw website. Ja. Van jouw website. Dus eigenlijk van die pagina die opgebouwd moet worden. En op dat moment, je voert eigenlijk een zoekopdracht uit, of je voert een zoekopdracht uit in Google. En op het moment dat je de pagina ziet, bijvoorbeeld Sevira.com, dan klik je erop. En op dat moment wordt er eigenlijk een verzoek gestuurd van jouw computer, wordt er een verzoek gestuurd naar de server van Vivida. Ja. En dan pas begint hij te praten. Dus hij probeert die te bereiken. Maar je kunt dat met een commando in je computer, kun je dat zien met een traceroute. Kun je eigenlijk gaan achterhalen van oké, welke weg legt mijn signaal af alvorens hij op de plaats is van bestemming in het datacenter van die partij en terug. Ja. Daar kunnen wel heel wat hiccups tussen zitten. Daar kunnen wat timeouts ontstaan. Dus wat wil zeggen is van oké, je doet een read. Het zijn allemaal pakketjes die verstuurd worden. Dat is nu wel heel technisch wat ik vertel. Ja, ja. Maar het geeft wel even inzicht wat er eigenlijk gebeurt. Want jij doet je klikt op de enter button, er gebeurt een aanvraag en er wordt een dingetje teruggestuurd van oké, hij staat daar. Hier staat die website en dan begint hij eigenlijk, het zijn milliseconden hoor, die uitwisseling van die gegevens. Maar als daar een als ik klik op de website van Vivida.com bijvoorbeeld, dan zie ik mijn signaal de ene keer naar Mechelen vliegen, hè, wat normaal is bij ons, wat een stelenet. Ja. En dan vliegt hij van Mechelen vliegt hij naar Denemarken, van Denemarken vliegt hij naar Noorwegen, van Noorwegen vliegt hij terug naar België, van België weer naar Nederland bijvoorbeeld, naar Amsterdam, van Amsterdam naar Groningen en boef. En dan zit hij op de server. En dan moet hij nog helemaal terug. Ja. Maar afhankelijk van welke servers er in de wereld wat drukker bezet zijn, kiest hij een andere weg. En dat kan ook zijn dat die access time daar wat vertraagt, of dat er wat fouten zijn, of dat ik een slechte lijn heb, of dat daar wat storingen tussen zit, waardoor hij diezelfde aanvraag meerdere keren moet doen. Ja, ja, waardoor hij bijvoorbeeld 10 keer diezelfde aanvraag moet doen en dan pas erdoor geraakt. Ja, oké. Okay. En dan dat noemen ze packet loss. Dus dat er een beetje verlies zit op de lijn, om het maar zo te zeggen. En dat is de kwaliteit van jouw lijn, en die zorgt ook voor de snelheid van jouw signaal. Als je het gaat kijken, we hebben het even gehad over, je hebt een hoster, die speelt een rol, de manier waarop je website gehost wordt. Je kunt zelf iets doen met afbeeldingen. Wat zou je zelf nog meer kunnen doen aan je... Ja, bijvoorbeeld... Aan een betere laadtijd. Bijvoorbeeld het... en daar hadden we een podcast over, het zelf hosten of embedden van een YouTube-video bijvoorbeeld. Als je een YouTube-video zelf host, dan gaat hij die volledig laden. Als jij je HTML-pagina, zoals daarnet zei, gaat... Dus dan wordt die trager.
dan wordt die trager. Ja. Dus dan in dat geval is het beter om hem eigenlijk op YouTube te hosten. Ja, dus ook als je zelf een filmpje hebt gemaakt, zoals wij nu met de podcast bijvoorbeeld, dan kun je ze het beste op YouTube zetten en dan vervolgens embedden op de homepage of op een pagina van je website. Bijvoorbeeld, en kies er dan voor om hem niet in autoplay te zetten, maar dat mensen effectief op de knop moeten klikken voor ze het filmpje begint te spelen. Want van zodra het filmpje dat jij op de knop klikt om dat filmpje af te spelen, dan gaat die streamen naar die server. En als je het in autoplay doet, dan gaat die pagina laden, maar begint het filmpje al, moet het ook laden. Ja. En dat zorgt eigenlijk voor extra laadtijd. Dat is ook wel slimmer, ja. Want het gebeurt nu vaak dat, hè, dat is heel erg nice als er in een header bijvoorbeeld nu achter, als in de achtergrond een filmpje speelt, maar dat zorgt er wel voor dat het moet laden in de background. Ja. Dus, hoewel dat ook wel eigenlijk ook wordt gezegd, nou ja, sowieso, je hebt vaak ook die verschil, slider, ja, dat is eigenlijk al niet meer zo slim om te hebben. En een filmpje wordt eigenlijk ook niet echt aangeraden, hè, omdat het te veel afleidt van de boodschap die je hebt. Ja, klopt. Ja. En mensen moeten eigenlijk in één opslag zien wat jij, wat ze bij jou kunnen komen halen. Ja, ik vind het nog altijd een beetje een dubbel. Ik snap het wel dat gezegd wordt en dat hoe moet ik het zeggen? Het succes van je website kan vaak wel te maken hebben met het feit dat bovenaan nog geen knop staat. Om bijvoorbeeld al een interactie te gaan doen. Hè? Sommige websites hebben ook wel sfeer nodig. Ja. Als je een hele gezellige bar hebt bijvoorbeeld. En je hebt daar, je serveert echt prachtige cocktails. En er is echt sfeer mee gemoeid als je binnenkomt. En hetzelfde voor een restaurant bijvoorbeeld. Dan heb ik zoiets van, de website, de sfeer die op de site, je kunt daar niet gewoon een pagina neerzetten, gewoon een witte pagina met tik, 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 een paar knoppen erop en that's it. Nee. Ik vind, je moet die sfeer, je wil die sfeer ook een beetje doortrekken. Dat doe je al zelfs bij een business card. Hoe sexy kun je een business card maken bijvoorbeeld? Je kunt die gewoon maken dat als je die aanraakt, dat daar een speciale coating op zit, dat die zacht aanvoelt. Ja. Net hetzelfde met een web, is dat nodig? Nee, want die gegevens staan er wel. Maar het zorgt wel voor een moment. Precies, die visitekaartjes die wij hebben, die worden over het algemeen altijd, we worden er altijd om geprezen, omdat het zo'n apart visitekaartje is. Ja, ze zijn een beetje transparant. En ze zijn, dat is en heel... je gooit het niet snel weg, omdat het ook wat harde plastic is. En ik snap het ook wel, dat als je dat het soms handig is en verstandig is om om je website aan te kleden met sfeer. Ja. Ja. Maar je moet ook denken zoals je zegt. Je moet wel slim zijn daarin. Hè? Ja. Je kunt wel, als je kroeg bent, een heel leuk filmpje plaatsen met heel veel gelal en gebral en leuk. Dat mensen zien hoe leuk het is. Mm-hmm. Maar ja, vaak zeggen foto's, een foto zegt vaak ook al genoeg. Hè? Als je gewoon een leuke, goede fotograaf inhuurt, die een mooie foto maakt, echt een mooie sfeerfoto. Ja. En dat je niet je broertje of je zusje of je neefje of je oom vraagt om wat foto's te schieten. Omdat hij toevallig een duur fototoestel heeft bijvoorbeeld. Dat is geen goed idee. Nee, je moet altijd wel daarover nadenken. Klopt, hè? Ja. Want dat is de grootste fout die eigenlijk de meeste mensen maken. Dat ze denken van, nou, ik kan alles zelf met mijn website. En daardoor dus en een grote foto plaatsen en niet nadenken over de omvang van de foto. Dus, precies. Of het filmpje. Oh ja, leuk, ik maak wel een filmpje. En dan ook niet nadenken over eventueel het verkleinen van zo'n filmpje of het inkorten. Dat zijn wel allemaal dingen die ook uiteindelijk te maken hebben met wel of geen met dus wel of niet snel laden van je website. Ja, dus klopt. Dus, denk ook na bijvoorbeeld, als je dan die header doet, denk ook na dat daar een call to action staat bijvoorbeeld. Je kunt wel tekst op zo'n header plaatsen, dat kan perfect. Ja. Dus doe dat dan ook, zodat mensen ook zien waarover het gaat. Ja. En vooral vind ik dan zelf, als je dan toch een... voor mobiele gebruikers, zorg er dan voor dat de zaken er zijn die er moeten zijn. Ja. Je gaat niet op een mobiele... op je mobiel ga je niet gaan surfen en ga je niet die gevoelens willen opslorpen en ga je niet... Je gaat daar voor een aantal praktische zaken. Om in een restaurant om te reserveren, om het adres op te zoeken, om te kijken wat er op het menu staat. Van dat soort zaken ga je eigenlijk gaan checken. Ja, soms is het echt verstandig om je mobiele website gewoon helemaal uit te kleden. Ja. Waardoor die sneller laat. Want klopt. De meeste tegenwoordig, er is overal wel wifi. Maar goed, de wifi in de trein die is niet echt super. En de wifi in een of ander restaurant of hotel hoeft ook niet altijd goed te zijn. Maar je wil wel heel graag de site van dat restaurant bezoeken. Of heel graag TripAdvisor zien. Of heel graag Booking.com of weet ik veel wat. En dan moet het gewoon allemaal snel laden. Ja, klopt. En dan kun je het beste wat foto's weglaten.
En, of wat filmpjes wegladen. Ja. En juist puur de informatie geven waar mensen op dat moment op zitten te wachten, toch? Ja, precies. Ja. En dat is wat... Want heel vaak zeggen mensen, ja, ik heb een responsive website. Ja, ja, maar doet er dan ook iets mee. Ik bedoel, maak hem dan ook dat hij, als hij responsive is, dat hij dan ook toont wat hij moet tonen. Ja. En niet gewoon alles gewoon toont. Nee. Onder elkaar, en dan krijg je een website van 10 kilometer lang. Precies, maar dan heb je eigenlijk gewoon geen responsive website. Echt, niet echt een... Ja, je hebt dan een responsive, maar je hebt niet nagedacht of wat iemand wil. En dat gebeurt wel heel vaak, dat gewoon alles wordt getoond. Ja. Zowel op de responsive, en zowel op de mobiele als op de gewone pagina. Ja, dat klopt. En, dat is geen goed... Dat is geen goed plan, eigenlijk. Nee, geen goed plan, nee. Zijn er nog wat meer dingen te vertellen over het laden, over de laadtijd van een website, waar je op moet letten? Goh, uiteindelijk, ik denk dat we zo wat eigenlijk alles gezegd hebben van ja, de laadtijd is gewoon belangrijk voor 1 SEO, 2 voor de surfervaring van de klant. En optimaliseer gewoon je website voor zowel desktop als mobiel en denk gewoon na over de omvang van je foto's of je YouTube filmpje al dan niet als je filmpje al dan niet op YouTube hebt gehost. Ja. En verder toon geen zaken die niet getoond moeten worden. Duw het niet vol met hele grote foto's. Optimaliseer je foto's al voor ze te uploaden en niet in je programma zelf online. Dat klopt. En dat is het zo'n beetje, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Gunther, wederom bedankt. Graag gedaan. Jij ook, Peter. En ja, toch? Ja. En ik hoop dat jullie ook er weer wat van hebben opgestoken. Nou, wil je meer van dit soort filmpjes zien? Ga dan naar ons YouTube-kanaal, vervida.academy. Of ga naar vervida.academy. Nee, niet, ons YouTube-kanaal is gewoon Vervida. Ja, klopt. Een beetje stom voor mij. En ons de Vervida.academy, dat is de website. Daar vind je ook nog dit soort filmpjes terug en nog veel meer andere goede informatie, handige informatie. Ja. We zijn ook te beluisteren via Spotify en de iTunes podcast. Yes. En als je ons, als je dit leuk vindt, deel het dan met je vrienden. Of geef ons even een thumbs up. Of word abonnee op ons YouTube kanaal. Ja. Of op ons andere kanalen. Ja. Precies. En wat konden ze doen als ze een vraag hebben? Mailen, hè, Peter? Mailen. Okay. Mailen. Mailen naar podcasts. Een meervoud dus. @vervida.academy. Oké. Okay. Dus als je een vraag hebt... Ik zeg maar één keer deze keer. Oké. Okay. Dus als je een vraag hebt of een opmerking wil plaatsen, wil geven, zeg van hey. Of een idee voor een volgende podcast, mail ons dan eventjes naar podcasts@vervida.academy. Ja, die zijn bijna.com, maar het is met Academy. Ik zou zeggen bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende, bye bye.